een handje zat. Kijken wat we gevangen hebben. Je hebt het vast wel eens meegemaakt dat je een vis vangt en dat je gewoon niet weet wat het is. Of hij is heel klein en zilver en lijkt heel veel op een andere vis. Dat je denkt, hey, wat heb ik nou net gevangen? Daar kun je heel makkelijk de telefoon voor gebruiken. Dat ga ik jullie vandaag laten zien. Ik probeer even een kleine vis te vangen. En dan gaan we hem op naam brengen met behulp van de telefoon. Als beginnende visser weet je misschien niet wat voor soort het is. Of als het een heel klein visje is, is het soms ook moeilijk om te kijken welke soort het is. Nou, ik leg hem even in de emmer om te kijken welke soort we vandaag gevangen hebben. Ik heb allerlei boekjes voor en mooie zoekkaarten en dingen. Maar tegenwoordig heeft de technologie het ingehaald. En dan kun je gewoon met de vissengids-app heel makkelijk zien welke soort je gevangen hebt. Dus je opent op de telefoon de vissengids-app. Dat is deze. Je gebruikt de camerafunctie. Camera, pak het visje eruit. Maak een foto. Deze foto. Dan snijden we zoveel mogelijk omgeving eraf. Zoveel mogelijk vis erop hebben. En dan drukken we op scan vis. Het is een blank forum. Hij weet het 100% zeker. Hij lijkt op de rietvorm, die heeft iets rooiere vinnen vaak, maar vinnen zijn niet het beste kenmerk. De telefoon die kijkt naar alle kenmerken en die heeft het bijna altijd goed. Dus super handig. En al die boekjes en folders, die hoef je niet te gebruiken, alleen als je het leuk vindt. Maar de app vervangt dit. Daar gaat hij weer. Bij kleine vissen is het extra belangrijk om je handen goed nat te maken. Bij alle vissen moet je natuurlijk altijd je handen nat maken van tevoren, maar kleine vissen zijn extra kwetsbaar. Dus altijd goed. Dan handen helemaal nat maken. Ik heb vaak een emmertje bij me staan. Dat ook heel belangrijk is bij het vissen. Altijd even een hakenstekertje meenemen. Kleine witvissen die kunnen de haak wat dieper hebben. En met zo'n hakensteker haal je hem gewoon in je hand omdraaien, haal je hem eruit. Yes. Kijk eens. Hey, dat is een andere soort. Mooi visje met een hele duidelijke vlek hier in de rugvin. Kijk, zet hij hem even mooi op voor ons. Een bolkopje, ogen bovenop de kop. Dat zijn hele brutale, nieuwsgierige visjes. We gaan zo even ontdekken welke soort het dan is. Nou, eens even kijken of hij deze soort ook kan herkennen. Ik maak er een mooie foto van. 100% zwartbekgrondel. Hij heeft het in één keer goed. Mocht je nog nooit een zwartbekgrondel gevangen hebben en je vangt hem voor de eerste keer, dan kan je telefoon daar heel goed mee helpen. Yes. Hoppa, kijk eens. Goed, dit is wel een hele speciale. Hij is een mooie gouden buik. Ja, deze zwemt ook niet in alle wateren. Ik ben benieuwd of jullie thuis weten welke vissoort ik zojuist gevangen heb. Ik ga het even aan mijn telefoon vragen. Dit is geniaal. Dit is echt geniaal. Ik wist niet eens dat ze hier zaten. Nee, ik ook niet. Hoe dan? Je hebt een hele speciale vis gevangen. Deze rugvin. Dat is een van de kenmerken om hem te kunnen herkennen. Het harde deel van de rugvin zit hier, het harde stekels aan, is korter dan het deel van de rugvin dat hierachter zit. En die is zacht. Dit is een soort lopvormig achterste stuk. En daarmee kun je deze soort goed herkennen als je een boekje erbij pakt. Ah, boekjes is natuurlijk ouderwets. We gebruiken daarvoor de telefoon. We gaan even kijken welke soort het is. Even een mooie foto van maken. Prachtige kleuren. Ik ben echt wel blij mee, want die had ik niet verwacht vandaag. Dan pakken we de app erbij. Ik pak hem even uit mijn galerij, want ik had hem net al gemaakt. Zo. 100% zonnebaars. Een zonnebaars is een exoot uit Noord-Amerika, maar ze komen ook gewoon hiervoor. Er zijn ooit mensen geweest die hem leuk in de vijver of een aquarium hadden, hebben hem losgelaten. En die beesten planten zich hier voort. Dus ja, zo zie je maar weer. Je weet nooit wat je vangt. En daarom is het heel belangrijk en heel leerzaam om die vissen te kunnen herkennen. Want anders zeg je, ja, ik had zo'n rare groene gevangen met een gele buik. Dan kom je thuis en zegt je moeder, ja, ik weet niet wat je hebt gevangen. Want volgens mij heb je te veel Fanta gedronken. Maar ja, nu kun je zeggen, hey, kijk, we hebben een zonnebaars gevangen. En dan kun je hem laten zien in de vissengids. Mooi toch? Hoe kom je eigenlijk aan die app? In de App Store of via Google Play kun je hem gewoon gratis downloaden. Dus kijk even naar Vissengids app. Dan heb je daar rechtsboven een scanmodule in zitten waar je je vis kan scannen. Super easy. Vond je deze video nou leuk en leerzaam? Geef even een duimpje en volg ons kanaal.